Dag dames en heren, een rustige dag vandaag, ook overwegend droog weer, maar dus wel meestal grijs. En daar komt vanavond geen verandering in. Nog steeds is het overwegend grijs weer met slechts hier en daar enkele opklaringen. En vannacht zien we dan wel dat het boven de Ardennen wat kan gaan uitklaren. Dus daar uiteindelijk wel wat bredere opklaringen, maar elders ja, gaan we daar weinig van merken in de Benelux. En de minima die zitten tussen een 6 en 8 graden onder de wolken, maar in de opklaringen in de loop van de nacht kan het lokaal zelfs richting het vriespunt of zelfs net daaronder gaan. Dat is vooral iets voor de Ardennen uiteraard. En dan morgen voormiddag gaan we een beetje hetzelfde starten als we de nacht geëindigd zijn. Dus nog steeds opklaringen, vrij veel zon zelfs boven de Ardennen. Elders lage en soms ook wel wat middelhoge bewolking uiteindelijk. En dan is het natuurlijk zaak om die zon zoveel mogelijk richting het noorden te zien opschuiven. En dat gaat stilaan ook wel lukken. Hè. Dus na de middag boven de Ardennen blijft het zonnig. En vanuit het zuiden zien we stilaan wel die grens met zon wat meer naar het noorden trekken. Maar het gaat zeer, zeer langzaam. Dus in de loop van de namiddag zien we ook dat het centrale en oostelijke deel van België en het zuidoostelijke deel van Nederland, dat ook zij stilaan wat meer zon gaan te zien krijgen. Het westen van België, het noordwesten en noorden van Nederland, daar zal het allemaal te vergeefs zijn waarschijnlijk. Dus daar hoogst waarschijnlijk nog steeds heel veel bewolking in de namiddag. Ik zeg niet dat het er volledig grijs zal zijn, maar de zon heeft het daar toch echt wel een stuk moeilijker. Temperaturen 13 graden aan de Belgische kust, 14 graden in het centrum. Misschien zelfs dus weer die 15 graden voor het zuiden waar de zon schijnt. En in Nederland zitten we tussen de 8 en 14 graden morgen. Vrijdag is dan een betere dag, want dan zou de bewolking wat sneller kunnen optrekken. En na de middag is het dan op de meeste plaatsen zonnig bij een 11 tot 18 graden. We verwachten wel een zeebries aan zee met daar een terugval van een 14, 15 graden naar een 10 tot 12 graden in de loop van de namiddag. Dus vooral aan de kust is dat het geval. Vrijdag. Zaterdag hebben we dan een wind uit het noorden, dus opnieuw een stuk frisser weer bij een 8 tot 13 graden nog. En voor de rest is het eigenlijk weer overwegend grijs met hier en daar misschien een drupje op door een passage van een zwak front op zaterdagmiddag. En zondag is het dan opnieuw volledig droog met veel bewolking en nog steeds die noordelijke aanvoer. Dus dat blijft vrij vochtige lucht met een 7 tot 10 graden. En er komt weinig verandering in, alhoewel we richting maandag en dinsdag weer wat wisselvalliger weer verwachten, mogelijk weer met wat maartse buien, maar de temperaturen blijven vrij laag voor deze tijd van het jaar, tussen een 7 en 12 graden, waar ze normaal rond een 11 à 12 graden moeten zitten. Ziezo, dat was het voor deze woensdagavond. Ik zou zeggen, maak er nog een heel gezellige avond van en dan zie ik je heel graag tijdens het weekend terug voor een nieuw videoweerbericht. Heel graag, tot dan!